Welkom bij onze CEO Talks. Naast mij staat Johan Thijs, de topman van KBC. Meneer Thijs, KBC staat bekend als een van de stevigste banken in Europa. Maar hebben jullie voldoende kapitaalkracht om verdere overnames te doen? En waar moet de groei de komende jaren vandaan komen? Dus zijn twee verschillende dingen. De groei van KBC is eigenlijk gebouwd op eigenlijk twee pijlers, zeg maar. Eerst en vooral organische groei. In de landen waar wij vandaag actief zijn, zoals u weet, zijn dat 6 kernlanden: België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. Daar blijven we autonoom groeien om een marktleiderspositie te bewerkstelligen. En laten we wel wezen, zowel in bankieren als in het verzekeren. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar opportuniteiten wanneer die zich aandienen in die 6 kernlanden voor overnames te doen. En dat moet je dan bekijken in een bredere context, niet alleen van bankieren en verzekeren, maar ook van in de traditionele analoge omgeving, bakstenenkanalen zeg maar, als in de digitale omgeving, fintechs. En we kijken naar die opportuniteiten en als die meerwaarde bieden, dan gaan we daar zeker op in. En jullie zijn zeker kapitaalkrachtig genoeg om dat te financieren? KBC is een van de meest kapitaalkrachtige groepen van Europa. En dat zijn we al jaren, dus dat is geen toeval meer. Bovendien genereren we ongeveer 200 basispunten, zeg maar 2% kapitaal elk jaar opnieuw. Waarmee we één, ofwel ons kapitaal nog verder kunnen versterken, ofwel dividendpolicies gaan aanpassen. En wat dat betreft is inderdaad KBC zijn toekomst verzekerd. Oké, net als andere Europese banken leidt KBC natuurlijk ook onder de lage rente door de Europese Centrale Bank. Hoe gaan jullie daarmee om en bestaat er de kans dat die lage rente de rendabiliteit de komende jaren onder druk gaat zetten? Het grote voordeel dat KBC heeft is dat we een heel gediversifieerde instelling zijn. We hebben natuurlijk renteafhankelijke inkomsten, maar dat is bij KBC in vergelijking met onze Europese peers relatief beperkt. Wij zitten beduidend lager dan 60% van onze inkomsten die komen van renteafhankelijke producten. De rest komt van asset management producten en verzekeren. En dat is precies ons gediversifieerde, geïntegreerde bankverzekeringsmodel. Nu, het spreekt voor zich dat de lage rente, dat die een impact heeft op onze inkomsten en dat die impact negatief is. We hebben een aantal mogelijkheden om te diversifieren. Bijvoorbeeld het feit dat we in een aantal niet-eurolanden actief zijn, waar de rente ondertussen is opgetrokken en dat een positief effect heeft. Maar dat speelt niet voor de hele eurozone, waarin een aantal belangrijke van onze markten liggen, onder andere België. Dus jullie geografische aanwezigheid in verschillende landen helpt eigenlijk om het winstmodel van KBC te ondersteunen? Precies. Veel van jullie concurrenten sluiten ook bankkantoren. Is KBC hetzelfde van plan? Wat dat betreft volgen wij natuurlijk de keuze van onze klanten. Wij hebben een model waar wij ons baseren om onze klanten te servicen op eigenlijk 4 kanalen. Het traditionele bank- en verzekeringskantoor, het traditionele callcenter, wat wij een servicecenter noemen, en dan de meer, laat ik zeggen, digitale kanalen zoals apps en online applicaties. En wat we zien is dat klanten massaal aan het overschakelen zijn naar die laatste 3. Anders uitgedrukt, klanten komen veel minder frequent in de kantoren. Om heel concreet te zijn, in België is 1 klant op de 2 in 2018 6 maanden niet meer in zijn kantoor geweest. Nu, het spreekt voor zich dat wij de klantkeuze volgen, investeren in die klantkeuze om dat verder te bewerkstelligen en dat we geen kanalen gaan openhouden die de klanten niet gebruiken. Concreet betekent dat we in 2018 een 70-tal kantoren hebben gesloten of hebben omgevormd tot automatenkantoren. Dat we die mensen getransfereerd hebben naar bijvoorbeeld onze servicecenters, onze callcenters. En dat we die politiek ook in de toekomst gaan volgen. Met andere woorden, als klanten onze kanalen niet meer gaan gebruiken, dan gaan we die kanalen niet verder ondersteunen. Oké, misschien nog een laatste vraag over jullie dividend. Heel wat beleggers kopen KBC als een stevig rendementsaandeel. Wat is jullie dividendpolitiek en bestaat er een kans dat dat heel binnenkort misschien zal wijzigen? Nu, de dividendpolicy van KBC is al een aantal jaren dezelfde. En eigenlijk is die vrij eenvoudig uit te leggen. Wij keren minstens 50% van onze winst uit. En in die uitkeringsratio zit ook de coupon die wij moeten betalen op bepaalde kernkapitaalinstrumenten. Wij definiëren ook vanaf een bepaald niveau kapitaal als surpluskapitaal. En ook dat is duidelijk. Wanneer wij surpluskapitaal niet aan het werk kunnen zetten, met andere woorden niet kunnen investeren in traditionele bank- en verzekeringsactiviteiten, dan keren we dat ook terug uit aan onze aandeelhouders. En in die context is onze dividend policy onveranderd. Hoe we dat dan gaan uitkeren? Wel, daar hebben we verschillende opties voor. Verhogen van de payout ratio, superdividenden of inkoop van eigen aandelen. Maar dat is altijd een beslissing die discretionair genomen wordt en ultiem beslist wordt door onze algemene vergadering. Oké, misschien zit er dan toch een surplusje in voor de beleggers. Bedankt Johan Thijs. Binnen 2 weken zijn we weer terug met onze CEO Talks en dan hebben we Françoise Chombard van Melexis te gast.